Nou, om te beginnen, afgelopen vrijdag werden er 3 punten uit het vuur gesleept tegen Os. Terwijl het ook wel eens laat in de wedstrijd mis is gegaan dit seizoen. Hoe was de sfeer daardoor in de kleedkamer na de wedstrijd? Ja, die was veel beter dan de vorige weken. Zeker omdat die door die late gelijkmakers 2 keer. Dus dan, nu was het een beetje echt het omgekeerde gevoel van dat het niet nog eens zou gebeuren. En dat zorgde wel voor na de wedstrijd dat we gewoon echt. Dat was een goede sfeer en iedereen was zo van oké, we hebben dit gewoon goed tot een einde gebracht. En zeg maar, we zijn nu sterker geworden doordat we dit zo hebben opgelost en met 10 man ook. Dus dat is goed en belangrijk voor de groep dat dat is gelukt en dat we zo verder kunnen. Juist. Ja. Je bent helaas best even geblesseerd geweest. Afgelopen vrijdag zat je voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie. Zou je wat kunnen vertellen over je blessure, hoe het er voor mij staat? Ik was een paar weken, ik denk 3 weken, 4 weken geleden of zo, had ik op training gewoon was ik slecht neergekomen op mijn enkel. En dan toch een paar weken geduurd. Nu ben ik wel gewoon zo goed als terug. En het enige wat ik misschien nog moet wat nog beter moet, is gewoon de conditie een beetje. Het is natuurlijk gewoon vervelend om geblesseerd te zijn en er niet bij te kunnen zijn bij de wedstrijden. Maar ik ben blij dat ik nu terug gewoon fit ben en belangrijk kan zijn voor het team als het nodig is. Juist. Dus, de eerste periode van het seizoen in de keukenkampioendivisie zit erop. Hoe heb jij die dan beleefd? Je bent natuurlijk even geblesseerd geweest, maar je krijgt natuurlijk wel alles mee. Hoe kijk jij terug op die periode? Ja, dat was op zich voor ons een heel goede periode, ondanks dat we dat we tegenslagen hebben gehad met die gelijkmakers 2 keer. Maar ik was er in de eerste 3 wedstrijden ben ik er nog wel bij geweest. En die hebben we toen alle 3 ook gewonnen. Dus op zich, toen ik erbij was, hadden we al een goed gevoel. En ook toen ik op de tribune zat, als geblesseerde, zag ik ook wel gewoon dat er heel goede wedstrijden bij waren. En dat was gewoon wel positief. En het is natuurlijk niet leuk om vanuit de tribune toe te kijken, maar het is wel goed, gewoon leuk om te zien als er dan, als er dan wel goed gevoetbald wordt, bijvoorbeeld tegen NVV dan of zo, die 5-0. Ik heb hem natuurlijk niet zo intens beleefd, denk ik, als jongens die wel spelen dan. Ik heb natuurlijk ook wel de tegenslagen, daar hoort iedereen bij, dus die heb ik natuurlijk ook meegemaakt en dat is natuurlijk minder, maar in het algemeen was het wel een goede periode. Ja. Mm-hmm. Morgen staat natuurlijk de bekerwedstrijd tegen Willem II op het programma. De vorige ontmoeting met Willem II was voor jou mooi, geloof ik, hè? Ja, dat ga ik zeker nooit vergeten, die laatste minuut winning goal. Dus dat was een speciale wedstrijd voor mij. Dat blijft een goede herinnering in mijn hoofd en dat ga ik zeker nooit vergeten. Mooi. Wat was het voor een wedstrijd voordat jij die goal maakte tegen Willem II thuis? Als ik me goed herinner was het wel lastig, zeker in de tweede helft. Hadden we het zeer moeilijk tegen hun, omdat ze hebben een goede ploeg op zich. En dat hebben ze wel laten zien toen. En het was zeker niet makkelijk en ze hadden veel de bal op het einde en we moesten alle hens aan dek een beetje. Maar op zich, we hebben dat toen ook wel gewoon goed, dankzij mijn goal ook natuurlijk, maar het was in het algemeen was ook wel een goede wedstrijd tegen hun. Dus, zeker. Ja. Tot slot, wat verwacht je van de komende wedstrijd tegen Willem II? We weten nu, we hebben nu 1 keer tegen hun gespeeld en we weten dat ze goed kunnen voetballen ook, dus daar zijn we zeker op voorbereid. En qua verwachting, ik heb niet echt een speciale verwachting of zo van hun, want ik denk dat we gewoon een beetje gewoon normaal een goede wedstrijd moeten spelen vanuit onszelf. En het is ook gewoon een bekerwedstrijd, als in dat we kunnen gewoon zelf goed presteren en dan moeten we gewoon de volgende ronde halen en dat zullen we wel zien.